Ja, nou, hij had de kassenbon, zover ik weet, erin gedaan. Zo. Dat mikmakkie kost eventjes €7,75. Ja, en ik sta er een heel eind vanaf. Ik heb hier gezoomd. Voilà. Nou ja, zo ongeveer. Dus het is nog een heel afstand. Goedemiddag lieve vrienden en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En eentje staat er bij me te kwispelen. Jo, en de ander die ligt op de bank. En weer een ander is aan de andere kant van de deur. Maar het is vandaag vrijdag 10 december en we leven alweer bijna tegen drieën. En de honden zijn wel al in de tuin en alles geweest, maar ze zijn nog niet wezen lopen. Dat gaan we nou doen, want Stefan die kwam en ik was de tijd helemaal vergeten, weet je wel. En ik was ook niet helemaal in orde, nog niet. Ik heb hoofdpijn, maar dat begint wel te zakken, moet ik zeggen. En ik hoest een beetje en af en toe moet ik mijn neusje snuiten. Nou ja, het ligt ook aan het weer, weet je. En er zijn er meerdere die erover klagen. Dus ik heb even een test gedaan, maar ik heb niks hoor. Nu, geen corona in ieder geval. Nee, maar in ieder geval. Komt ook wel weer goed. En het heerst nou ook eenmaal dat iedereen verkouden is. Ik ben niet de enige, want Marianne die appte gisteren al, ik ben verkouden. Oké. Ik heb dinsdag niks vernomen, maar het is bij haar sowieso de eigen schuld. Waarom? Ze loopt zonder jas, hup, naar de ondergrondse container. Wat niet voor de deur is, nee, ze moet de straat uitlopen, weet je. Het is zo'n klein stukje, maar dan nog. Doe wat aan. Het is koud. Je bent niet een van de jongsten meer. Ze is nou ook 70. Dus doe wat aan. Als je naar buiten gaat. Ik doe het zelfs. Ik vroeger al als kind zijnde. Doe wat aan. Ja, je gaat niet zo naar buiten met die kou. Zo simpel. Klokje zegt dat het 3 uur is. Computer zegt dat het 14:59 is, dus hij is 1 minuut voor. Nou, die ene minuut, misschien een paar seconden, hè, dan gaat die ook op 15 uur. Nou ja, ik zie nog niks gebeuren. Maar oké, maakt allemaal niet uit, lieve vrienden. We gaan gewoon weer er tegenaan, we gaan lekker naar buiten. Ik moet nog even ook naar de Foonmarkt toe, boodschapjes doen. Want het eten van Kandalf raakt stadigmaan op. Hier beneden zijn ze brokken sowieso op. En ik wil eventjes kipfilet halen bij de toko. Dus ja, we zien wel als die tenminste dan nog open is. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik zou zeggen lieve vrienden, geniet ze en tot later. Zo lieve vrienden, ik ben weer thuis. De honden zijn al uit geweest. Ik heb boodschappen gedaan. En ik heb een zak met kipfilet. Ik zal eens even kijken of ik het uit die zak kan krijgen. Dan zien jullie ongeveer de hoeveelheid. Ik leg hem hier neer. Ik doe meer licht aan. Er staat een beetje afwas. Ik draai jullie even om. Ja, nou, hij had de kassenbon, zover ik weet, erin gedaan. Zo. Dat mikmakkie kost eventjes €7,75. Ja, bij de toko. Dus dan weten jullie dat ook weer even. Ja. Nou, toppie toch? Draaien jullie weer om. Zo, helemaal klaar. Ja, ik ga eventjes, dat ruik je wel, hè. Maar je krijgt het lekker niet, het is rauw. Ik ga er zo meteen even mee aan de gang en even wat koken. Onder andere sowieso voor Kandalf, maar hun lusten dat ook, dus hun krijgen ook eventjes, ja. En even verwennen. Ja toch, je verwint jezelf en dan mag je ook de dieren verwennen. Ik heb voor mezelf ook weer een bouwtje. Ja, dus het komt helemaal goed. Ik ga lekker een bakje koffie maken en dan zie ik wel weer wat we gaan doen, ja. Niet veel, want het wordt al donker. Ik heb daar lichtjes al aan.
Helemaal gezellig. Dus ja, het is enkel die hoek nog. Maar ja, het is nog niet donker genoeg dat ik zeg van nou, het moet maar aan. Nee, vind ik nog niet nodig. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Ik weet niet hoe laat het is. Gaan we even kijken. 16:25, dus het is nog steeds namiddag, dus dat mag. Ja, geniet ervan. Ja, lieve vrienden, ik loop weer met de dames buiten. En daar staat iets heel moois, dat is helemaal bij de veerhaven van de Texelse boot. Rijke gaat terug. Dankjewel. Ik sta gelijk te bewegen. Dat moet een kerstboom voorstellen, maar dat is een of andere paal wat ze versierd hebben met verlichting. Maar het is wel mooi. Ja, en ik sta er een heel eind vanaf. Ik heb ingezoomd. Voilà. Nou ja, zo ongeveer. Dus het is nog een heel afstand. Dus, maar oké, ik heb mijn meisjes dus bij me. Daar zit Elwin. En Rijka, die luistert weer eens niet. Daar naartoe. Zitten. En blijf. Ja, blijf. Kan je best. Ik ben met ze aan het lopen. Oh ja, nee, je blijft. Rustig. Nee. Ja, en de rest vertel ik straks thuis wel. Want er is nog even iets wat jullie moeten weten. Ja, dus we lopen weer prettig door richting huis. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet er even van. Lieve vrienden, we zijn weer thuis van het wandelen. Dat was een nat neutje van Rijka aan mijn vingers. Ik denk, wat voel ik? Ja, dat was wel even een mooi gezicht, dat verlichte ding. En jullie horen het, ik hoest. Ik heb een zelftest gedaan en die zegt dat ik de welbekende virus heb, corona. Maar ik weet niet zeker, ik voel me niet ziek dan enkel dat ik hoest en dat ik een klein beetje last van de keel heb, meer niet. Ja, wanneer je last van je neus hebt, en dat heeft iedereen denk ik. Dat is wanneer je van de kou weer binnenkomt, dan moet je neus snuiten. Ja, nou ja, dat heb ik dus ook. Ja, voor de rest valt het allemaal reuze mee. Maar ja, die zelftest die ik heb gebruikt, die zegt dat ik corona heb. Nou ja, oké. Okay. Daarvoor hebben we vanavond eventjes samen met Karen en Roderick hebben een afspraak gemaakt hier bij het GGD. Ik moet vanmiddag, of ja, het is maar net hoe ik het bekijkt. Het is vandaag al zaterdag, dus vanmiddag, morgen. En moet ik om 1 uur, 13 uur, moet ik daar aanwezig zijn. Dus we zullen beleven wat, 24 uur, 48 uur, weet ik hoe lang ik moet wachten op de uitslag. En dat vind ik bullshit. Kan sneller. Maar ja, ze willen niet sneller, denk ik. Maar in ieder geval, ik hou jullie van de hoogte. Zodat jullie natuurlijk dat weten hoe en wat. Voor nu sluit ik deze dag af. Het was vandaag vrijdag de 10e. Het is alweer zaterdag de 11e. Maar ja, dat komt over een paar uur pas. Wanneer ik de camera er weer bij pak. Ik wens jullie nu allemaal een welterusten. Slaap lekker met uiteraard mooie dromen. En gezond uit je bed zien te komen. Ik probeer dat morgen ook. Maar ja, met zo'n keel als ik nou heb, zal dat wel een beetje tegenvallen. Maar ik voel me verder niet ziek, dus ja. Ik hoop dat het morgen ook zo mag blijven of juist wat beter. Maar dat merken we wel. En dat merken jullie dan ook. Ja, ik ben net weer binnen en ik, mijn vingers beginnen te tintelen. Het is buiten koud. Ik had wel mijn handschoenen aan hoor, daar niet van. Maar ja, dan kom je toch in de warmte, terwijl ik de kachel al uit heb. Maar het is binnen sowieso warmer dan buiten. En dan beginnen je vingers te tintelen. Maar oké, maakt allemaal niet uit, lieve vrienden. Geniet van jullie nachtrust. Gaan wij ook zo meteen doen. En ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht.